Hi, welkom bij het nieuwe gebouw van Scouting Den Hoorn. Kom binnen. Dit is de zaal van onze waterscouts. Zij zijn echt heel actief bezig op het water altijd. Een groep van 12 tot 15 jaar oud en zij doen heel veel van zeilen. En dat is superleuk dat zij hier ook weer genoeg ruimte hebben om daar op voor te bereiden. En dat daarop slaat aan onze loods, waarin zij in de winter hun bootonderhoud zelf doen. En dat is altijd heel leerzaam. En in de zomer kunnen ze dan weer lekker zeilen. De vrijwilligers bij de scouting zijn erg blij met het nieuwe gebouw. Absoluut, absoluut. We hebben heel lang gebruik kunnen maken van het oude gebouw en daar zijn we heel blij mee. Maar het was gewoon echt aan vervanging toe. Ook aangezien we een groeiende vereniging zijn en we gewoon wat extra ruimte kunnen gebruiken. Onze scouting stond eerst los buiten het dorp en inmiddels staat er een hele woonwijk omheen. En als scouting wil je gewoon wat lekker veel speelruimte hebben. Dus daarom is het ideaal dat we deze plek hebben gekregen. Bovendien moest de vereniging ook weg aan de Tandhofkade. De eigenaar van de grond, de kerk, heeft ons aangegeven een aantal jaar geleden dat zij graag de grond weer terug willen hebben. En vandaar dat we eigenlijk sinds 2007 zijn we al in overleg met de gemeente en de kerk om te kijken op waar wij een nieuwe locatie kunnen gaan realiseren. En dat is deze locatie geworden. Er was dus een lange adem voor nodig, maar het resultaat mag er zijn. Naast de botenloods is het gebouw ook voorzien van een aantal zalen, een keuken met een lager aanrecht voor kleine kinderen en een zitplek voor oudere leden en leiding. Ook is het gebouw bijna energie-neutraal met zonnepanelen en een warmtepomp. Het is een club van vrijwilligers, dus de hele realisatie tot het fondswerven en het inrichten van het gebouw, dat hebben we zelf gedaan. Er wordt nu nog hard gewerkt aan het buitenterrein en de inrichting. Daarna is het tijd om het gebouw te openen. Ja, de grote opening, die is op 5 september aanstaande. En we hopen daar met de scouts daar een groot feest van te vieren en een grootse opening. En mogelijk dat de burgemeester en de wethouders ons gebouw kan openen.